Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Ik heb er weer zin in. Ik vind dit soort video's altijd zo leuk, want ik wacht altijd zo lang om mijn pakketjes uit te pakken. En dan kan het eindelijk. Even snel iets vooraf. Ik bekijk altijd mijn views per video's. En dan zo kom ik er een beetje achter wat jullie leuk vinden. Het wordt ook gewoon vaak gezegd wat jullie leuk vinden. Maar ik kan dus ook zien aan de views. Als een soort video heel vaak wordt bekeken, vinden mensen dus leuk. En als die wel minder wordt bekeken, vinden mensen dus minder leuk. Unboxing video's, shoplogs worden gewoon best wel veel bekeken. En dat laat mij weten dat jullie het leuk vinden. Maar ik wil toch nog een extra zekerheid. Dus ik ga even hierboven ergens. Komt een i'tje. Ik denk hier. En daar kun je me even laten weten of je dit soort video's leuk vindt of niet. Als het toch uitkomt van niet, dan stop ik hier gewoon mee. Want dan heeft het geen nut. Maar ik vind ze leuk en ik denk dat jullie ze ook leuk vinden. Vandaag heb ik een make-up unboxing. Alles is make-up. Dus geen kleding, geen niks anders. Allemaal make-up. Ik heb hele betaalbare make-up, wat duurdere make-up. Ik heb weer alles gewoon door elkaar heen. Het meeste is weer betaalbaar, because I love me some betaalbare make-up. Ik heb genoeg gepraat, laten we beginnen. Ik ga eerst beginnen met dit pakketje van de AliExpress. Als ik zo voel, zijn dit volgens mij wimpers. Zoals veel van jullie al weten, al mijn wimpers zijn gekomen van de AliExpress. Echt, I live for wimpers van de AliExpress. Ik koop nooit wimpers hier. En dit zijn inderdaad wimpers. Ik ga ze even laten zien. Ik zoek altijd op 3D minklashes. Dan krijg ik de meest volle, naturelachtige, volle wimpers. En die vind ik altijd het mooist. Even kijken. Oh, best schoon. Ik heb er hier 2. Er staat ook altijd een getal op. Oh, dit is de A14. En dit zijn de A21. En dit is de A21. Deze zijn echt heel vol. Deze zijn iets meer naturel. Ik zet alle linkjes in de beschrijving. Dus als je ze wilt, ik link alles hier beneden. Dat doe ik echt bij elke video. Nou, zover dus AliExpress. Dat was het. Ik heb hier een tasje van NYX. Oftewel NYX. Sommige mensen zeggen dat ik geen niks mag zeggen. Maar het is gewoon niks hoor. Je kunt zeggen NYX en je kunt zeggen niks. Het kan gewoon allebei. Ik zeg gewoon niks. Ik zeg gewoon niks. Dit pakketje heb ik gratis gehad. Ik heb deze gewoon van hun gehad. Ik heb er niet voor betaald. YouTubers moeten het nou dan altijd zeggen. Ik heb het gratis gehad, maar ik promote alleen wat ik echt leuk vind. Ik laat niks zien wat ik niet leuk vind. Dus ook krijg ik het gratis. Ik ga toch gewoon mijn echte mening zeggen. Nou, dat moet elke YouTuber zo zeggen, toch? Ook al is het onzin, want ik weet YouTubers die toch dingen promoten alleen omdat ze het gratis hebben gehad. Ik zie jullie. Ik weet dat jullie liegen. I don't believe it. Maar in ieder geval, ik promote het niet. Ik heb het gewoon gehad. Ik laat gewoon zien wat ik heb gehad. Ik heb het al opengemaakt. Dit is een blush paletje. Oh, laat ik alles vallen hier. Ik ben echt enthousiast. Ik heb hier een blush paletje van NYX. Dit is de Sweet Cheeks Blush Palette. Dit is dan het paletje. Er zijn 3 glitterblushes bovenaan. En de rest zijn allemaal mat. Ik vind de kleuren echt heel mooi. Ik ga ze niet swatchen. Want ik heb dus al deze make-up ook besteld. Omdat ik een video ga maken met een full face met nieuwe make-up. En daarvoor ga ik deze ook gebruiken. Dus ik ga ze in die video swatchen. Die video komt na deze video. Dus dan ga ik me helemaal opmaken met alleen maar nieuwe make-up. Dus vandaar dat ik nou ineens heel veel make-up heb besteld en heb gehad. Ik heb de NYX Contour Stick. Dit is de kleur Light. Die is iets te licht voor mij. Dus deze gaat in mijn giveaway. De giveaway komt eraan. Ik ben echt nog bezig met het pakketje. Ik ben gewoon nog niet tevreden ermee. Dus het moet nog iets beter. Maar deze gaat dus ook in de giveaway. En ik heb allemaal lipstickjes gehad. Ik heb hier de NYX Liquid Suede in de kleur 4. Dat is deze. Ik heb die nou ook op. Ik vind hem heel mooi. Hij lijkt op MAC Twig. Heel veel kleuren lijken op MAC Twig. Het is echt een kleur die echt heel veel is nagemaakt. Deze is mat. Liquid Suede en... Oh, cream lipstick is het. Hij is niet mat. Maar hij voelt mat. Ik vind een beetje suede, klopt wel. Suede, of hoe je het ook zegt. Hij is niet helemaal mat, maar matachtig. Ik ben de slechtste persoon in dingen omschrijven, echt. Maar ja, ik wil hem best swatchen, maar je kunt hem gewoon zien op mijn lippen. Ik heb hier de NYX Lingerie in de kleur 13. Ja, dit is de kleur 13. Deze gaat ook in mijn giveaway, dus die krijgen jullie ook. Ik heb hier de NYX Soft Matte in de kleur Marokko. Dit is een oranje-rode kleur. En ik heb hier de NYX Oil. Dit is lip oil. Deze is echt heel fijn. Vooral mensen met droge lippen. Ik heb hem vandaag heel dag opgehad. Ik vind deze echt heel fijn. Hij is niet zo plakkerig en zo op je lippen. Hij verzorgt je lippen. Dus mocht je naar zoiets op zoek zijn, ik vind hem fijn. Ik heb hier nog een pakketje. Dit pakketje is van het PR-bureau. Oftewel, gratis gat. Gratis en voor niks. Ik krijg dat gewoon helemaal binnen. Ik hoef niks te betalen. Ik ga hem even openmaken. Ik denk dat ik weet wat hierin zit. Volgens mij een primer. Oh, ik heb nog meer gehad.
Ik heb dus een primer gehad, dat wist ik al. Nou, ik ga zo uitzoeken wat dit is. Dit is in ieder geval een primer van het merk Filorga. Smoothing Active Primer. Immediately smoothing and toning. Minder rimpels en poriën. Nou, die ga ik dus zeker proberen, want als we iets willen is minder rimpels en poriën. Ook al heb ik nog geen rimpels. Oh, het heeft ook echt zo'n anti-aging effect. Nou, dan moeten we hem zeker proberen. Als ik hem niks vind, dan geef ik hem aan mijn moeder. Die vindt alles leuk. Blurring primers zorgen er inderdaad voor dat je huid egaal wordt en minder poriën en al die zooi. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem zeker gebruiken. Ik hoop ook gewoon dat hij er echt voor zorgt dat mijn make-up er goed op gaat en zo. Dus zal ik even opzoeken hoe duur dit is. Want ze hebben mij verder niks erbij gegeven ofzo. Oké, ik vond hem er al een beetje duur uitzien. En hij is dus ook echt duur. Hij is €39,90. Oftewel €40. En je krijgt niet echt heel veel. Dit is maar 30 ml. Maar ik zie wel allemaal hele positieve reviews hierover. Vooral omdat hij dus anti-aging is. Dus dat is altijd goed. Nou, ik ga hem gewoon proberen. Ik laat weten wat ik ervan vind. Nou, deze. Dit is Optim Eyes Lashes and Brows Serum. Volgens mij is het een serum. Booster Regard. Dit is wel leuk. Dit is een wenk... Wat heb ik hier? Oh, ik heb gewoon een gat hier. Oh my god. Oké, niet letten daarop. Dankjewel. Dit is een serum voor je wenkbrauwen en je wimpers. En er staat dat na 14 dagen je wimpers 83% meer volume hebben. 66% meer densified. Wat het ook is. Ik weet niet of het is. 83% nourished. Dus gevoed. En dat je wenkbrauwen 73% minder less sparse. Ik weet niet wat dat is. Volgens mij dat je gewoon meerdere wimpers hebt. 86% silky eyebrows. Whatever ze daarmee bedoelen. En 76% meer nourished eyebrows. Dus dat je wenkbrauwen meer gevoed zijn. Nou, dit zal je vast ook weer je ziel kosten. Ik ga even opzoeken hoe duur dit is. Nou, deze is €50. Lekker duur. Nou, ik hoop dat dit werkt. Ik ga deze ook zeker proberen. Want ja, veel van jullie weten dat ik bijna geen wenkbrauwen heb en bijna geen wimpers. Dus als die gaan groeien, als mijne gaan groeien, dan werkt die echt. Nou, dit is hem dus. Je hebt hier step 1, dat is de booster serum. En step 2, sheathing care. Dit is gewoon een soort kwastje. Dat moet je dus eerst doen. En dan step 2, dit borsteltje. Nou, ik moet dit dus elke ochtend en avond in mijn wenkbrauwen en wimpers doen. En dan na 2 weken moet ik verschil zien. So we will see. En ik laat jullie zeker weten of deze twee de dure prijs waard zijn. Ik denk dat ik het via Snapchat ga laten weten. Dit soort dingen doe ik vaak via Snapchat. Dus volg me op Snapchat. Gelijk mijn Snapchat promoten hier. Nou, de laatste twee dozen ben ik heel enthousiast over. Dat is de Boozy Shop en de andere doos is van Beauty Bay. Dit heb ik allemaal zelf gekocht. Nou, alle make-up die hierin zit is dus speciaal voor de video waar ik me ga opmaken met nieuwe make-up. Dus jullie kunnen ze alvast zien. En dan in de volgende video kunnen jullie zien als ik ze opdoe. Oh, mijn camera heeft nog maar 16%. Dus ik hoop dat hij het volhoudt. Nou, zoals altijd is het weer echt heel mooi verpakt. Nou, om te beginnen heb ik hier gewoon een kwastje. Dit is de Highlighter Kwast 3300, de mini versie. Deze krijg je gewoon gratis erbij als je vanaf een bepaald bedrag bestelt. Nou, ik heb deze kwast besteld van Morphe. Dit is de Y25. Dit is gewoon een kwastje voor je wenkbrauw of je eyeliner. Deze lijkt allemaal heel duur en shit, maar hij is maar €4,95. Ik moest gewoon zo'n kwastje hebben. Deze zag er mooi uit, dus ik heb gewoon deze gepakt. Ik heb hier een Pro Concealer van LA Girl. Deze concealers praat iedereen super goed over. Ik heb er al één in de kleur Chestnut, maar die is om te contouren. Ik had er nog geen voor concealer, dus ik weet niet hoe die gaat zijn als concealer. Als ik er zo naar kijk, denk ik dat dit te donker gaat zijn voor mij. Dit is de kleur Creamy Beige. Hij leek online goed, omdat hij dus een gele ondertoon had. Maar ik weet niet, misschien gaat hij te licht zijn. Maar misschien ook niet. Misschien is hij gewoon goed. Ik bedoel te donker zijn, niet te licht zijn. Deze is €4,99. Als eyeliner heb ik de Wet n Wild Felt Tip Eyeliner. Dit is een pen van Wet n Wild, zoals ik al zei. En deze kost €4,50. Deze ga ik dus ook gewoon proberen in mijn volgende video. Ik heb hier een Sleek Face Contour Kit in de kleur medium. Je had light, medium en dark. Ik val meestal in medium. En deze is €8,95. Ik heb deze gekocht echt om mee te contouren. Dus het gaat mij vooral om deze kleur. Ik vind hem hier best donker. Ik ga even kijken hoor. Ik ga hem even toch openmaken. Maar ik ga hem niet swatchen, want dat mag niet. Oeh, mooi. Oh nee, nee. Zo donker is hij niet. Is wel te doen. Dus ik doe hem even terug. Ik heb de Milani Make It Last Translucent Powder. Dit is de kleur Light to Medium. En dit is gewoon een translucent powder. We weten allemaal hoe blij ik ben met mijn Beauty Bakery powder. Maar ik wil gewoon een nieuwe proberen. Deze van Milani kost €14,50. Die van Beauty Bakery kost
22 euro, iets in de 20 euro. Dus als deze goed is, ga ik die weer vervangen met deze. Ja, ik ben benieuwd. Oké, mensen, ik zie dat mijn batterij leeg is. Dus ik moet nou even een break gaan nemen en mijn batterij een half uurtje opladen. En dan kom ik zo terug. Nou, ik ben er weer. Mijn batterij heeft nu 24%. Ik denk dat het genoeg is om de video af te maken. Ik heb ook even een andere trui aangedaan, want die andere trui was echt een puinhoop. Voor mijn wenkbrauwen heb ik de Revolution Duo Brow Definer. Dit heeft een potloodje aan de bovenkant en een spoelie aan de onderkant. En de kleur dark brown. Ik gebruik altijd ook zo'n soort wenkbrauwpotloodje van NYX. Dus dit is een andere. Ik hoop dat die goed is, want dan ga ik hem zeker blijven gebruiken. En deze was ook maar 3,30 euro. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Ik heb hier de Wet n Wild Highlight Poeder en dit is de kleur Precious Petals. En deze is 5,30 euro. Ik ben hier echt heel benieuwd naar, want heel veel beauty vloggers zeggen dat deze Wet n Wild Highlighter echt heel mooi zijn. Je hebt hem in heel veel kleuren. Ik kijk ook altijd naar Tati, zoals veel van jullie al weten. En ook zij vindt hem echt heel goed. Dus vandaar dat ik deze zeker wilde gaan proberen. En ik ben me echt aan het inhouden om hem niet te swatchen. Dat ga ik allemaal in de volgende video doen. W7 heeft nou een nieuwe collectie. Dat is de Vegan collectie. Very Vegan heet die. En dit is de bronzer van die collectie. Ik ga hem toch wel even openmaken. Dat is deze. Het is een matte bronzer. En dit is dan de kleur. Ik was echt heel erg aan het twijfelen over de kleur. Want als het goed is, is er maar eentje. Oh, ik vind die spiegel ook fijn. Mooie spiegel. Ik was dus echt aan het twijfelen over die kleur. Maar volgens mij is die wel goed. Ik denk dat die wel mooi bronst. En die bronzer is 6,95 euro. Het laatste pakketje is van Beauty Bay. Voor alle mensen die Beauty Bay niet kennen. Beauty Bay is een hele fijne website. Waar je heel veel Amerikaanse make-up, die je dus in Nederland niet kunt krijgen, gewoon daar kunt bestellen. En de verzending is heel snel. Volgens mij kwam dit pakketje echt binnen 3 dagen. Volgens mij is de verzending 3 tot 5 werkdagen. Dus hij is er best snel. Je kunt betalen met... Je kunt gewoon betalen met creditcard of PayPal. Ik doe altijd met PayPal. Ik moet wel één dingetje zeggen. Als je maar één ding bestelt, ik weet niet waar het aan ligt. Of dat het aan het bedrag ligt dat je per se moet halen. Of dat je per se 2 dingen moet bestellen. Maar vaak als ik maar één ding in mijn winkelmandje doe, staat de optie PayPal er niet. En dan als ik nog iets erbij doe, dan staat het er wel. Dus ik weet niet of het eraan ligt dat je een bepaald bedrag moet hebben. Of dat je per se 2 artikelen moet hebben per bestelling. Dat weet ik niet, maar in ieder geval dan weten jullie dat. Ik ga hem nou dus gewoon even openmaken. Ook deze make-up is voor de volgende video waar ik me dus ga opmaken. Nou, ik heb hier 3 dingen besteld. Ik heb als eerste een mascara van Zoeva. Deze is 9,99 euro. Zo ziet hij eruit. Hij is gewoon helemaal mat zwart. Ik zal ook even de spoelie laten zien. Die is gewoon vrij simpel. Niks raars. Ik vind het mooi dat het zo mat zwart is. Ik hou van mat zwart. Ik heb hier van Gérard Cosmetics de Slay All Day Setting Spray. Deze kost 15 euro. Deze heb je vast misschien al wel gezien in andere beauty video's. Dit is dus een setting spray die heel goed schijnt te zijn. En je hebt hem in heel veel verschillende kleuren. En elke kleur is een andere geur. Ik heb de geur Lavendel gepakt. Oh, godzijdank, hij ruikt lekker. Je weet natuurlijk niet hoe de geur ruikt als je hem gewoon online bestelt. Je ziet de namen gewoon en ik had dus de naam Lavendel. En ja, ik hoopte gewoon dat hij dan lekker zou zijn. Ik bedoel lavender. Ik zeg heel de tijd lavendel. Ik bedoel lavender. Want je had ook de geur roos. Ik heb van MAC Fix Plus de geur roos. En die vind ik heel lekker. Maar ik vond het zo stom om 2 in dezelfde geur te hebben. Dus het leek me wel leuk om dan deze in een andere kleur te doen. En dit is 100 ml. Dat is evenveel als de MAC Fix Plus. Ook al is hij kleiner, er zit evenveel in. Dus deze ga ik ook uitproberen. En mensen, ik heb echt het beste voor het laatste bewaard. Dit is waar ik denk ik het meest blij mee ben. En dat is de UVS Place, of hoe je het ook uitspreekt, paletje. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Deze was 30 euro of 35 euro, ik weet niet meer precies. Hij is echt groot. Ik had hem niet zo groot verwacht. Oh my god. En ik ga even kijken welk paletje dit is, welke naam, want dat staat hier nou niet op. De Magic Palette. Zo staat het op de bon. Oh my god, hij is echt huge. Hij is gewoon even groot als mijn hoofd. En ik heb een groot hoofd. Dit is dan het paletje. Kijk hoe mooi die kleuren zijn. Oh my god. Ik ga hier echt veel looks mee maken. Je hebt allemaal glitterkleuren en matte kleuren. De meeste zijn glitter. Deze blauwe spreekt me echt aan. Ik had hem echt niet zo groot verwacht. Ik ga even een normaal paletje ernaast doen. Dan kunnen jullie het zien. Oké, dit is een Zoeva paletje. Kijk hoe groot het verschil is. Deze zijn echt veel groter dan deze. En in principe is hij ook echt niet super duur. Het is geen 50, 60 euro. Het is gewoon een beetje een Morphe prijs. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd naar dit paletje. En die ga ik dus ook echt zeker gebruiken in mijn volgende video.
Nou, dit was het dan weer voor vandaag. Dit was alles wat ik heb besteld. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En er leuke kriebels van krijgen om ook dingen te gaan kopen. Want dat heb ik altijd als ik dit soort video's bekijk. Twijfel je toch nog over een artikel? Of heb je iets van, ja, ik weet niet of het gaat staan. Of de kleur mooi is, of wat dan ook. Wacht dan gewoon even tot mijn volgende video. Want dan ga ik het opdoen en dan kun je het gewoon echt zien. En als je dan nog twijfelt, ja, dan weet ik het ook niet. Dan moet jij misschien even gewoon meer video's gaan bekijken. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf ik groeien. Kan ik meer video's maken. Gaat alles gewoon beter. En dan hoop ik jullie snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!